heel kort aan de door hebben we gehoord van de kranen gaan open, we stutten de economie, we houden het overeind. En dat kan allemaal, want geld op dit moment is zo goed als gratis, is goedkoop. Plots zie je daar zo de eerste zwarte stippen aan de horizon die zeggen dat die periode wel eens zou kunnen gaan voorbij zijn en dat je dus niet alleen corona moet bestrijden, maar intussen ook je geld moet tellen. Een behoorlijk kale redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Dat is het decor voor het Punt van Van Impe. Hier zoek ik elke week de hoofdredacteur op, Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En dan hebben we altijd wel een goed gesprek over de actualiteit. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het Punt van Van Impe. En dan open ik onze podcast altijd met een goede Belgische wijn. Maar Lisbeth, nu zijn deze we wel keer heel lokaal ben ik gegaan. Knal vergeten. Ah, okay. Mijn excuses, neem me niet kwalijk. Ik heb niks meegebracht. Ik sta hier met lege handen. Maar op moeilijke of gênante momenten kunnen we gelukkig altijd terugvallen op onze producer Bert Heijvaart. Bert is namelijk amateur bierbrouwer. Bert, ja. School, hè? School. Zeg eens, wat drinken we hier? We drinken de allereerste versie van de Condor. Dat is ons bier dat we het voorbije herfst hebben gebrouwen. Een IPA. En het is echt het allereerste probeersel ooit. Een Condor IPA, daar heb je lang aan gewerkt. Ook aan het etiket blijkbaar. Ik zie een witte Condor op een blauwe achtergrond. The Taste of Freedom. Ja. Zo hoort het te smaken, maar ik laat dat aan jullie over. Maar dat was dan voor het Rijk van de Vrijheid, post-corona en zo, daar allemaal op Als je dat er allemaal in ziet, ja, dat is ik zie overal het Rijk van de Vrijheid en hoe het ons ontglipt. In elk geval, school Bert en hartelijk dank om ons hier niet zonder drank te laten. Lisbeth, waar hebben we het over vandaag? Vandaag, we gaan het hebben over weer problemen bij de Vlaamse regering, deze keer bij de contacttracing en dan iets minder verrassend Wouter Beke. We gaan het hebben over de andere cijfers die de verkeerde richting uitgaan, zijn die van de inflatie. En dan denk ik dat we het nog eens over de identiteitskaart moeten hebben ook. Het Punt van Van Impe, de Actua-podcast van het Nieuwsblad, vind je elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. En we zijn vertrokken. We zijn al weken bezig om het aantal medewerkers op te schalen, omdat we zien dat het aantal besmettingen toeneemt. En als dan natuurlijk een van die callcenters zijn mensen op non-actief zet en intussen op andere laat werken, maar wel verder doorfactureert, dan is dat een zeer verwerpelijke zaak. Een verwerpelijke zaak noemt minister van Volksgezondheid Beke de zaak rond een callcenter dat werkte voor de Vlaamse overheid. Mensen die in het callcenter werkten, die moesten aan contact tracing doen, maar in werkelijkheid zouden ze ander werk hebben gedaan. Intussen factureerde het callcenter wel aan de Vlaamse overheid. Fraude dus wellicht, Lisbeth, en dat in volle pandemie. Ja, dus ik denk dat voor één keer iedereen het met die woorden van Wouter Beke wel eens is, dat dat verwerpelijk is. Je mag het ook echt niet onderschatten. Het is niet zomaar een hoekje waar dat er twee man wat zit te frauderen aan €5 per uur. Het gaat over een groot contract, een groot callcenter, dat instond voor toch 5-10% van de contacttracers, en waar het ook al een hele tijd bezig is, blijkbaar ook uit memos binnen het bedrijf, het laatste nieuws heeft hij boven gespit, blijkt dat het echt een systeem is. Zet vink aan in het systeem dat je aan het werk bent voor de contacttracing, zeg dat je in opleiding bent, dat is gewoon één drukje op de knop en vervolgens ga je vrolijk aan het werk voor andere klanten en word je dus eigenlijk dubbel gefactureerd. Het zou voor €1 miljoen kunnen gaan, ja, en dat midden in een pandemie waar we al aan het klagen waren dat die contacttracing niet goed genoeg aan het werken was als dam tegen de verspreiding van het virus. Dat er gaten in vielen. Mensen die zeiden van ik word verkeerd gebeld, ik word te laat gebeld, ik word niet gebeld. Noem maar op. Ja, als je dan weet dat een van de grote spelers eigenlijk op datzelfde moment de overheid belastinggeld aan het uitmelken is, ja, dan denk ik dat we het eens kunnen zijn met Wouter Beke. Ik noteer, Lisbeth, dat je het eens bent met minister van Volksgezondheid Beke. Had hij dit dan niet kunnen? Wel, dus voor hij de champagne laat knallen, voel je meteen dat de vraag gesteld wordt, heel terecht overigens. Heel goed dat ministers verontwaardigd zijn, maar de vraag die vervolgens gesteld is, had je dit niet moeten weten? Had je hier niets moeten aan doen? Zowel het Vlaams Agentschap van de Zorg als Wouter Beke hebben natuurlijk meteen gezegd, dit kan niet. Toen bleek, als ze even gewoon in hun computers gingen kijken, dat ze heel snel konden zien dat er toch wel bijzonder veel mensen bijzonder veel opleiding aan het krijgen waren en geen telefoons aan het doen waren.
En dus in het parlement, we zitten een beetje vroeger dan anders in de uitzending. Ze zijn op dit moment aan het debatteren. Mag Wouter Beke zich aan behoorlijk wat lastige vragen verwachten over van ja, had je dit niet moeten weten? Er waren al vragen gesteld of dat allemaal wel klopte. En zelfs in VA, Loor in Parijs, ongeveer de nagel aan de doodskist van Wouter Beke, gaat zich daar ook in dat debat mengen. Dus ik denk dat Wouter Beke met een goed antwoord zal moeten komen. Het zal meer moeten zijn dan de verontwaardiging die we allemaal delen. En dan krijgen we alweer een lastig dossier voor de Vlaamse overheid. Hè. Past dit nu in het rijtje van wat we allemaal al gehad hebben de jongste maanden? PFOS, de affaire El Kawakibi. Zie jij daar een constante of een lijn? Ik zou het zelfs breder durven trekken dan de Vlaamse regering. Je gaat dezelfde dingen vinden bij de federale regering. Het gevoel dat je krijgt dat zo'n overheid, waar we toch een behoorlijk deel belastingen aan betalen. Ik ben voor een sterke overheid, een sterke overheid, die mag ook geld kosten. Maar dat die er soms echt niet in slaagt om te doen wat ze moet doen. En een van die dingen is, als je subsidiegeld of geld uitgeeft als overheid, dan heb je toch een beetje de plicht om te kijken of dat geld goed terechtkomt. Als je regels uitvaardigt, dan kan je jezelf op de borst kloppen, maar dan ben je toch verplicht om ook te gaan kijken of die regels nageleefd worden. En het is een deel van de overheid dat hoegenaamd niet sexy is, dat eigenlijk een beetje saai is. En als alles goed loopt, komt dat eigenlijk nooit in het nieuws. Als je milieuinspecties goed lopen en eigenlijk alle bedrijven weten van ja, de regels negeren, dat doe je op eigen risico, dan kom je niet in het nieuws. Als je belastingsgeld goed besteedt en goed kritisch kijkt of dat wel goed besteed wordt, er goede controlemechanismen op zit, dan komen daar nooit smeuïge verhalen uit. Dus het is een stuk van de overheid dat we soms overschatten. Dat als we niks horen, beginnen we van ja, maar ja, we zouden dat toch, dat kost allemaal veel geld en we hebben te veel regeltjes en we hebben te veel regulitis en we versmachten dat allemaal een beetje. Eigenlijk is het een stuk van de overheid dat uit goede ambtenaren moet bestaan. Die moeten met genoeg zijn en die moeten hun werk kunnen doen zodat je dit soort verhalen niet in de krant ziet staan. De Vlaamse overheid en de overheid in het algemeen moet meer toezien op wat er met zijn geld gebeurt. Dat zou jouw punt kunnen zijn? Soms wordt dat het kerntakendebat genoemd. Hè. Van de overheid moet zich op zijn kerntaken toespitsen en zeker in Vlaanderen duikt dat dan vaak uit omdat we hebben coaches om hamsters te leren knuffelen, we hebben coaches om bloemetjes te gaan zoeken in de gracht, om te leren boswandelingen doen, we hebben coaches voor alles. En daar gaat allemaal geld naartoe, bedoel je? Ja, ik weet dat natuurlijk, dat is niet helemaal fair om dat tegenover elkaar te zetten, maar je voelt daar willen ministers willen met dingen uitpakken en diensten willen met dingen uitpakken, dingen die je in foldertjes kan zetten, waar je reclame kan voor maken. Ik pleit voor een sterke, saaie overheid waar je bijna nooit iets van hoort, ook niet dat soort ongein als zo'n gekke coach om de hamster te leren knuffelen, maar die zijn werk doet en die er eigenlijk voor zorgt dat een aantal verhalen niet gebeuren, dat ze niet in de krant kunnen komen omdat ze niet gebeuren. En dat is een herwaardering van de overheid die vaak verloren gaat in de debatten over, kunnen we er nog een beetje op besparen? Kunnen we nog een beetje regels afschaffen? Noem maar op. We hebben misschien te veel regels, maar we hebben vooral te weinig controle. Te weinig kerntaken die de overheid goed uitvoert. Dat is een duidelijk eerste punt van Van Impen. Het punt van Impen. Alles wat smartphones is goedkoper geworden. Verse groenten, verse zeevruchten bijvoorbeeld ook. Maar inderdaad, de grote slokop die echt een pak duurder geworden is alles wat met energie, elektriciteit en olie te maken heeft. En slotsom is dus wel dat we inderdaad vandaag gemiddeld genomen 5% meer betalen voor alles samen dan een jaar geleden. Heldere uitleg zoals altijd van Michael van Drogenbroek, de man die bij de VRT altijd over geld praat. En hier had hij het over inflatie. Wat was dat ook alweer? Je kan tegenwoordig minder kopen voor 100 euro dan een jaar geleden. Het leven is dus duurder geworden. Een pak duurder zelfs, 5,64%. Niet alleen in België, maar ook bij de buren. Lisbeth, moeten we ons zorgen beginnen maken? Wel ja, plots heeft Alexander De Croo een tweede curve met cijfertjes waar hij moet naar zitten kijken en ja, waar hij zich toch wel wat zorgen kan over maken. Ja, inflatie, het is een tijdje geleden dat we daarover gesproken hebben. Die is heel lang heel laag geweest. Je hebt inflatie, zeker hyperinflatie. Als dat heel snel gaat, die ontwaarding van het geld en het leven heel snel duurder wordt, dat kennen we uit vroegere tijden.
kijk naar iedere reconstructie van hoe we in Wereldoorlog 2 gesukkeld zijn na de Grote Depressie, dan gaat het over hyperinflatie. Dat is iets wat je bijvoorbeeld ook hoort over verre arme landen. Hyperinflatie, je krijgt 's morgens je loon, tegen 's avonds kan je daar met moeite een brood voor kopen. En om dat te gaan kopen, moet je een kruiwagen vol bankbiljetten laden, want dat is dan het geld dat je nodig hebt om dat ene brood te kopen. Tegen dat je buiten komt, kan je alleen nog een pistoletje kopen. Zoiets. Dat is hyperinflatie, dat zijn de horrorscenario's. Daarvan denken we al lang, dat kan ons eigenlijk niet meer overkomen. En zelfs inflatie was een beetje zoiets van, we hebben dat rond de 2%. 2% inflatie, dat is goed. Dat is waar je eigenlijk naartoe wil. Je wil het daar houden. En we maakten ons niet zo heel veel zorgen over inflatie die plots weer omhoog schiet. Maar kijk, we zijn zover. Ja, we zijn zover. En als de inflatie stijgt, dan hebben we daar in België iets op gevonden. Dan stijgen ook de lonen. Indexering heet zoiets. Dus we gaan meer verdienen. Je zou dus kunnen zeggen, wat is het probleem? Ja. Het leven wordt duurder, de lonen gaan omhoog. Dan hoeft niemand zich daar toch eigenlijk zorgen over te maken. Ja, je zou kunnen zeggen, de koppeling aan de index, en ik denk dat dat een goede zaak is, lost dat probleem voor een stuk op. Ben je vandaag een ondernemer in dit land, dan ga je zeggen, ja, nee, de koppeling aan de index maakt het erger. Zij zeggen van, ja, maar ja, je komt hier in een soort van spiraal terecht, de lonen gaan omhoog. Als je een onderneming bent, dan moet je die lonen uitbetalen en dan kan je proberen dat door te verrekenen in de prijzen van je producten. Goed, die producten worden duurder, ergo het leven wordt weer duurder, ja. Dus de lonen gaan weer omhoog, dus dat moet weer doorgerekend worden. Mocht België nu nog een gesloten economie zijn, dan kan je dat eindeloos laten doorgaan, alhoewel dat je moet opletten dat je dan niet in een soort van spiraal terechtkomt. Maar een ondernemer in België werkt in een heel open economie en die kijkt naar die buurlanden, daar bestaat die koppeling niet. Duitsland heeft bijvoorbeeld al gezegd, ja, we hebben ook meer dan 5% inflatie, maar wij gaan de lonen maar met een goede 2% laten stijgen. In België zal dat met 3,5% zijn, automatisch, zonder discussie. Die kloof wordt groter, dus voor ondernemingen, Belgische ondernemingen, wordt het moeilijk om competitief goederen uit te voeren. Dus voor ondernemers is dit iets waar ze al aan de alarmbel gaan hangen. Ja, dus zeggen ze, laat die indexering nu even vallen. Laten we een indexsprong doen. Ja, dat is zo'n beetje de tussenoplossing, hè. Als je het hen zou vragen, dan zeggen ze, laat ons heel die koppeling loslaten, maar dat is in België politiek niet haalbaar. Daar wordt af en toe een oorlog rondgevoerd, maar uiteindelijk gaat iedereen terug naar huis met de koppeling van de index en tegelijk een beetje kijken hoe de andere buurlanden het doen en proberen daar geen te groot ongeluk in te laten gebeuren. Dat is het compromis waarop we geland zijn. Het tussenoplossingetje is de indexsprong. Dat zeggen, voor één keer gaan we die levensduurte laten stijgen en gaan we die lonen niet laten volgen. We gaan die gewoon op het niveau houden. Dat zou een optie kunnen zijn, maar ja, de werkgevers hadden het nog maar half uitgesproken of daar was al een persbericht van de PS om te zeggen over ons lijk. Handen af van de index, no pasaran. De indexsprong, die komt er zeker niet. Dat ja, zegt dus de PS. Je kan nu al weten, Alexander de Croo weet dat hij er een nieuw front in zijn regering bij heeft. Hè. Dus liberalen die heel hard gaan pleiten voor de concurrentiekracht van onze bedrijven, die opnieuw een aanval op de index gaan inzetten. Aan de andere kant de PS, die al heel zwaar ervan langs gekregen heeft dat we door de vakbonden, door de PTB, dat we zelfs de lonen niet snel genoeg laten stijgen, dat we daar te veel naar de buurlanden kijken die zuiniger zijn. Die zitten ook gewrongen. Dit lijkt mij iets waar eigenlijk niemand kan op toegeven. Zorgen voor premier De Croo, en hij had er al zoveel. Hè? Ja, het is niet goed voor de cohesie van zijn regering. Ik zal je zelfs meer zeggen, het zou nog erger kunnen worden. Want uiteindelijk, een Belgische regering kan dit probleem niet oplossen. Hier moet je ook voor naar Europa kijken. Een van de redenen van die inflatie is onder andere ook dat de Europese Centrale Bank zoveel goedkoop geld in de markt gepompt heeft. Ja. Dat wordt al een tijdje gezegd. Iedere keer als iemand zei van ja, en de inflatie, zeiden ze van geen probleem. Plots is het wel het probleem en krijgen we de discussie of de Centrale Bank de rente niet moet verhogen. Klinkt niet zo heel onheilspellend, behalve als je de Belgische regering bent, nog altijd met een gigantische staatsschuld zit, de hele tijd al aan het lenen bent, tegen iedereen aan het zeggen van, moeten we niet meer inzitten, de rente staat zo laag dat we daar geen last van hebben, we moeten zelfs bijna geen rente betalen. Ja, op het moment dat je om inflatie te bestrijden de rente moet doen stijgen, dan ga je in België in je begroting heel snel voelen dat wij nog heel veel schulden hebben, waar we plots weer meer moeten op gaan afbetalen. Dus ook dat is een bezorgdheid. Ja, je kan hier
in een situatie komen dat Alexander Kroon denkt van ja, corona, dat was één ding, maar corona plus dat soort economische begrotingskopzorgen, ja, dat is wel iets helemaal anders. Ik denk dat we een tweede punt hebben, Lisbeth. Het punt van Van Impe, een volledig nieuw probleem voor Alexander de Croo. Money was tot voor kort no issue, maar dat is het nu wel. Hè? Heel kort aan het door hebben we gehoord van de kranen gaan open, we stutten de economie, we houden het overeind en dat kan allemaal, want geld op dit moment is zo goed als gratis. Is goedkoop. Plots zie je daar zo de eerste zwarte stippen aan de horizon die zeggen dat die periode wel eens zou kunnen gaan voorbij zijn en dat je dus niet alleen corona moet bestrijden, maar intussen ook je geld moet tellen. En dat is weer een nieuwe situatie. Het punt van Van Impe. Wel, het gaat over je genderidentiteit, hè? Over het diepste van wie dat je eigenlijk bent. En je wordt eigenlijk verplicht om heel je leven lang ja, dat anders aan te duiden op je officiële documenten. Daar komt nu eindelijk verandering in. Voor die mensen is dat een hele opluchting ook en een erkenning van wie zij zijn natuurlijk. Jeroen Borgs van Savaria, de belangenvereniging voor transgenders, al een tijdje geleden. Want wat hoorde ik nu in het nieuws, Lisbeth? Het gender verdwijnt op onze identiteitskaart. Quizvraag, wat staat er allemaal op een identiteitskaart? Het is dat ik weet dat we het over identiteitskaarten gaan hebben, maar er staat doorgaans zo een slechte foto waarvan je denkt van ik had toch een andere moeten pakken. Ja, een veel te serieuze ook tegenwoordig. Ja, uw naam staat daarop. Inderdaad. Adres staat daar niet meer op, hè? Nee. Vroeger wel, hè? Nu staat dat er niet meer op, denk ik. Nee, staat er inderdaad niet meer ik op. Ik moet zo wat kaartnummers en dat soort dingen. Ja, en rechts bovenaan. En dat weet ik omdat we dit item op de agenda gezet hebben, maar ik heb het wel moeten ontdekken, staat dat ik een vrouw en jij een man bent. Inderdaad, geslacht slash seks en dan staat er een M of een B, een V liever, en dat gaan ze nu laten vallen. Hè. Ja, en dus dat was waar de quote er net over ging. Hoe ze er toe gekomen zijn, het gaat over een transgenderwet die niet voorbij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof geraakt is. Ik wil er nu zelfs vanaf zijn. Het gaat over hoe je niet-binaire en genderfluïde personen toelaat om dat te registreren in officiële documenten. Dus de identiteitskaart is daar een klein stukje van, maar daar hebben ze maar beslist van in plaats van MVX er te zetten. Misschien kunnen we het gewoon weglaten. Ja, en niet iedereen vindt dat een goed idee. Ik hoorde bijvoorbeeld Asita Kanko, zij zit in het Europees Parlement voor N-VA. Zij was echt gechoqueerd. Hè? Ja, het is de wokerel van de week. Kijk, ik heb al kritiek gegeven op woke. Soms vind ik dat ze stomme dingen doen of dat ze te ver doorschieten, noem maar op. Maar als ik zag hoeveel emotie dat stukje plastic dat in je portefeuille zit, waar, als ik het goed heb, Jan Bon nog vingerafdrukken wilde opzetten en biometrische gegevens en noem maar op. Het kan nooit op, maar blijkbaar... Allez, ik zag de tweet passeren van Asita Kanko. Ik ben een vrouw en dat wil ik zo houden op mijn identiteitskaart. Ik heb echt nog nooit in een wereld geleefd waar wat op mijn identiteitskaart staat zou gaan bepalen of ik mij nu vrouw mag voelen of niet. Ik denk niet dat er een mens op de wereld is die twijfelt dat Asita Kanko 100% een vrouw is. Dus jou kan het niet schelen, zeg je? Nee, deze kon mij nu echt niet schelen. En als ik zag, er is massaal getweet. Hè, en het einde van het avondland is weer in zicht. We gaan allemaal ten onder gaan. Het is bijna alsof je mensen niet de vermelding van een geslacht, maar een geslacht zelf hebben afgenomen. Dat ze plots allemaal trans of niet-binair moeten gaan zijn. Ik snap er eerlijk gezegd niks van. Ik zit er naar te kijken en ik denk van, hoe kan dit nu, wat is het ongeveer, een 180 duimbewegingen waard zijn? Ik snap het niet. Nee, ik kan er punt, niet bij. Is er niks interessanters om over te discussiëren dan over een identiteitskaart? Wel, ik begin te denken dat woke een hobby is die langs beide kanten van het debat en van het spectrum met zeer veel gusto, met zeer veel enthousiasme gevoerd wordt en dat we dan soms af en toe in het ridicule eindigen. Het punt van Van Impe. Het heeft weer
waarschijnlijk met het tijdstip te maken, maar het is zoete inval vandaag op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Arnoud Gijsels loopt hier ook nog rond. Hij is het debat aan het volgen in het Vlaams parlement. Hoe loopt dit debat, Arnoud? Een beetje voorspelbaar, hè. Meerderheid tegen oppositie. En Wouter Beke die vertelt dat er al heel veel controlemechanismes geweest zijn om te kijken wat er allemaal misgelopen is. En dat hij het heel erg vindt dat dat kon gebeuren op zo'n belangrijk thema. Ja, gaat hij het nog lastig krijgen, denk je? Wow, ik denk dat hij zijn val wel gered heeft voor deze keer. Ik kreeg vooral veel vragen van de oppositie voor de voet geworpen. Van hoe is het kunnen gebeuren? Had u daar niet moeten op ingrijpen? U kon het toch weten, maar heeft de vissen te verdrinken. Hè. Er is heel veel gebeurd in de loop. En laat me raden, er komt nog een audit en ze gaan alles uitpluizen. En alles wordt met een kammetje erdoor gehaald om de laatste steen boven te halen, zoiets? Tot op het bot, Elisabeth. Tot op het bot. Voilà, kijk. Dat is, we zien dat wel vaker. Een Vlaams minister die het allemaal heel erg vindt. Heel hard gaat bestuderen hoe hij dit gaat oplossen, maar ja, het raakt zelden opgelost. We hebben dat met Lydia Peters gezien in de bussen en Wouter Beke en de contacttracing zal dezelfde weg gaan, vrees ik. Is de volgende in de rij. Dankjewel, Arnoud. Dankjewel, Lisbeth. Volgende week neem ik zeker een goede Belgische wijn mee, maar we hebben toch wel genoten. Ik vind het zeer comfortabel om te weten dat er dus noodoplossingen zijn. De bier van Bert, maar ik heb net begrepen, even tussen de bedrijven door, dat hij ze per 9 flesjes kweekt, ja. Bottelt. Dus... Ik denk dat je het op tijd gaat moeten zeggen als je de wijn vergeet. Want ik denk dat we bijna alles opgedronken hebben. We waren bijna vergeten trouwens dat België een bierland is. Ben jij eigenlijk eerder een wijntype of een biertype? Meer wijn, maar als je zot wil doen, breng gerust bier mee, hoor. Dat is, ik sta open voor alles. Ja, het is goed om te weten. Ik hou er zeker rekening mee. De volgende weken, tegen het einde van het jaar, lijsten we trouwens eens alle Belgische wijnen op die we hier hebben gedronken. Dat zou wel eens heel confronterend kunnen zijn. Laat het vooral inspirerend zijn, denk ik. Tot volgende week, Lisbeth. Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Arnoud Gijsels en van Bert Heijvaart. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. En tot het volgende Punt van Van Impe volgende week. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons.